Alex Boy en dan buitenspel, dacht ik. Wordt niet gegeven. Trekken, inschieten. Een doelpunt van Gerrit Visser. Na een uitstekende trekbal van Kamstra. En PEC Zwolle komt aan de leiding, heel simpel, in de 16e minuut. Hans Vincent. Inleveren bij Toon Nelemans. Ribberink gaat op links. Heeft Nelemans goed gezien. Ribberink, voortrekken. Inschieten, goal. Voetbal in ieder geval niet. Kluwen van spelers. Rep. En dan Pelleboer van Moorst. Weggewerkt. Kratzvuller. Blijf ik een goede voetballer vinden. Kratzvuller. Ingekopt. Goal. Gerard van Moorst scoort. Na een paas van de beste man van PEC Zwolle. Kratzvuller. Erg teleurstellend natuurlijk. Deze goal zo gescoord in de 90ste minuut voor Helmond Sport. Dat is al vaak overkomen dit seizoen. Jammer ook voor uitblinker Wim Rijsbergen. In ieder geval is het duidelijk dat Helmond Sport geïsoleerd onderaan blijft staan.